eerste en tweede paasdag houden wij hier voor het eerste keer het Hop en Slot, het bierfestival. Met ruim 30 brouwerijen, zo'n 145 bieren die hier geschonken gaan worden. Nou, je komt aan, je koopt een glas, een proefglas uiteraard. En je koopt een muntjes en je loopt rond. Alle brouwerijen hebben een eigen stand. Die hebben dus een lijst met hun eigen bieren en daaruit kies je een biertje die je lekker vindt of nieuwsgierig naar bent. En je gaat lekker proeven. Op de binnenplaats hebben wij geloof zo'n 13 brouwerijen staan. Hier in deze grote boomgaard staan er een aantal en in de kleine boomgaard een stukje verderop hebben we ook nog 10 brouwerijen staan. We hebben Nederlandse en Belgische brouwerijen dit jaar. We hebben twee Nijmeegse brouwerijen. Dat zijn de Brouwtoren en Brouwerij het Hert. We hebben een aantal foodtrucks staan. Denk aan een hamburger, denk aan een vleeswarenplankje, de tostibus, de pizzabakkers uit Nijmegen, frietjes met wat snacks. Ja, we hebben een 5-gangen bierdiner, helaas al uitverkocht. 5 gangen met bijpassende bieren, met een leuk verhaal door een biersommelier verteld. Tweede paasdag hebben wij een bierkaasworkshop. Dat wordt verzorgd door Van Tricht. Dat is een kaasafhuur uit Antwerpen. En die gaan samen met de bieren die ze daar schenken ook hier presenteren. Op het station in Nijmegen op de Spoorstraat hebben wij een pendelbus staan. En voor 2 euro koop je in de bus een retourtje en je komt weer veilig thuis.